kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag een day in my life in plaats van een weekvlog. Ik ben net wakker, het is zaterdag vandaag. Ik heb de afgelopen week gewerkt, ik heb cursus gehad en gisteren heb ik me ziek moeten melden omdat ik gisteren heel erg aan de scheid was. Echt heel irritant. Vooral bij mij, omdat ik normaal gesproken gewoon niet naar het toilet kan en nu liep ik in één keer helemaal leeg. Dus dat was niet fijn. Maar goed, het is wel gebeurd. En het is gelukkig weer. Maar ik voel me weer beter. Ik heb tot gisteravond niet meer naar de wc geweest. Dus ik hoop dan ook dat het gewoon normaal is. En dat ik niet in één keer vast zit of zo. Want daar schiet het ook niet op. Ik ga jullie al even hier neerzetten. Oh, ik zit jullie al even hier neer. Nee, ik heb dus op zich goed geslapen vannacht. Ik ben vannacht nog wel één keer ergens. Dus ik dacht dat ik moest poepen. Maar ik heb dus niet gepoept. Dus dat is eigenlijk heel erg fijn. Dus ik ga zo weer een mail sturen tot ik gewoon weer kan komen werken volgende week. Vandaag heb ik trouwens ook nog op de afspraak staan. Die heb ik nog heel even zo gelaten, omdat ik niet wist of het wel of niet zou kunnen. Ik ga vandaag met mijn tante lunchen. Dus dat ga ik ook doen. En we gaan daarna nog even de stad in als het goed is. Want ze moest nog wat dingen voor Kevin hebben, want die gaat ook mee. Maar dat is vanmiddag pas, omdat hij moet, Kevin moet hockeyen tot 12 uur of zo. Dus ja. Dat is wel leuk. Ik ben blij dat ik daarom ook niet meer aan de scheid ben. Dat zou toch wel echt knap vervelend zijn. Ik ga gelijk even een mail sturen. Of zal ik het straks doen? Even een mail sturen met het mailadres. Even kijken hoor. Send. Ik heb het mailadres dan weer niet opgeslagen natuurlijk. Beter, nou niet. Tot nu toe niet meer aan de schijt. Hierbij meld ik. Beter. Top, ik ga koffie zetten. Goed, inmiddels heb ik mijn tweede outfit aan. Ik had vanmorgen een joggingbroek aan met een crop top. Daar heb ik TikToks in opgenomen. Nu ben ik omgekleed. Ik heb witte Nike's aan, zwarte broek en mijn white label trui van Roadtrip. Ik heb even mijn ketting gewisseld. Make-up is gedaan, al een behoorlijke tijd trouwens, want ik heb echt weet ik hoeveel TikToks opgenomen. En ik ga dit nu in mijn zak steken. En dan ga ik naar... helemaal buiten adem. En dan ga ik dus naar de stad toe. Mijn tante en mijn neefje die meet ik daar denk ik ergens. Halverwege of zo, geen idee. En ja... De rest zien we wel. Ik ben mijn lipgloss hier kwijt. Weer. Zit hij hier misschien in? Ja, hier zit hij in. Even die opdoen, want deze kleur blijft op je lippen zitten. Dus dat is chill, want ik heb zo meteen een mondmasker op. Dus dan is mijn lipgloss eraf. Maar goed, ik ga het lekker meenemen. Ik ga er nu vandoor. Ik ben net weer tegen het opnemen geweest. Ik ben helemaal kapot. Goed, ik ben nu onderweg naar de metro toe. Ik heb alles hierin zitten. Misschien niet heel slim, maar... toch doe ik het. Ik denk, ja, weet je, why not? Wat een gekke belichting is dit. Het is iets beter. ja, ik ben dus onderweg nu naar de metro. En dan moet ik er bij Roon even uit. Daar moet ik mijn tante en Kevin. En dan gaan we met de metro door. Het is nu 11:45. Kevin is 12 uur klaar. Omkleden. En gaan. Dus ik ben benieuwd. Ik ben eerder daar te vroeg dan dat ik daar de hele tijd moet wachten. Daar heb ik ook geen. Of dat hun daar de hele tijd moeten wachten. Maar goed. Ik heb trouwens een crop top onder mijn trui aan. Dat voelt echt heel gek. Maar goed, maar niet uit. Het is ook wel even lekker. Ik heb gewoon een spijkerjasje over mijn trui gedaan. Want het is ook heel erg koud is het dus helemaal niet.
En als het echt net hard gaat regenen, dan kan ik altijd de stad nog induiken om een paraplu of een jas of iets te halen. Ik moet sowieso kijken voor mijn jas, dus top. Goed, we zijn bij de metro. Ik ga nu de metro in. De term gaat net weg en ik moet deze hebben. Stop. Ik ga hier maar wachten. Het gaat over 7 minuten pas vertrekken als het stopt. De mondkapje zit er dus heerlijk nog niet eens. Het is ook echt veel te groot, maar dit is de enige mondkapje dat ik opkom aan een bril. Maar goed, maar niet uit. Goed, volgens mij is er echt niks meer over van die make-up die op mijn gezicht zit. Maar er zit allemaal make-up op mijn mondkap, is echt vies. Maar goed, op naar de metro. Andere kant van de metro. Goed, ik zit nu te wachten bij de andere kant van de metro. Daar stopte ik net uit en nu zit ik hier te wachten. Ik hoop dat mijn tante snel komt. Het ging met Kevin nog een bakje om met het hockeyteam. En daarna komt ze hierheen. Het is de hele tijd wat in mijn oog te irriteren. Dat is heel erg vervelend. Maar goed, maakt niet uit. Het is in ieder geval lekker in het zonnetje. Te wachten op mijn tante. Dan gaan we nu lekker lunchen en lekker shoppen. Goed, inmiddels heb ik gewoon helemaal niks gefilmd. We zitten hier nu tussen de kledingrekken, want Kevin is even schoenen aan het passen. Ik heb bij die TK Maxx lekker geshopt. Ja, lekker geshopt. Ik heb een jas gehaald en weet ik het wat allemaal. Nu zijn we even voor Kevin en Jess aan het shoppen. Ja, maar niet uit. Stop het gewoon los in die schoen als die past. Daar zit wel wat in, toch? Nee, ook niet. Dus hij is lekker aan het passen. We hebben lekker geluncht bij de Hema. Nou, eigenlijk heb ik niks gefilmd, maar goed, maakt niet uit. Ja, zit hij goed? Hij moet daar niet aan. Oh ja, dat is wel goed. Zolang je er niet eens gaat slippen. Nee, als ik hem verder doe, dan is het echt nu en nu. Oh, ja, dat is prima. Ja? Nee, ik heb een paar leuke dingetjes gekocht en een paar kleine cadeautjes. En ik ben even bij de bodyshop geweest, dus dat is helemaal leuk. Gaat hij aan dan? Ja, tuurlijk staat hij aan. Nou, we gaan weer lekker verder. Het is al 4:30. Best laat. Goed, we zitten nu bij de Burger King. Even een hapje eten. Wat trek je in eigenlijk? Sani, ik heb hier alle tassen opgestapeld. Het is echt heel veel. Maar we hebben wel even lekker geshopt. Ik heb niet zo heel veel geshopt. Mijn tante heeft het meest geshopt voor Kevin en voor Jesse. En ik heb eigenlijk niet heel veel. Ik heb eigenlijk maar niks gekocht. Ik heb eigenlijk alleen maar niet voor anderen gehaald ook. Bijna allemaal. Dus dat is wel lekker. We zijn nu even bij de Burger King, dus we zijn het eten aan bestellen beneden en ik ben alvast de tafel gaan zoeken. Het was pittig. Zo'n wandeling de hele dag. Maar dat is wel leuk. Alles gaat nu zo'n beetje dicht. Even wat eten en dan gaan we ook lekker naar de metro en dan zit het er ook weer op. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik dacht, in plaats van de day in mijn life, trek ik hem toch nog heel even door in de weekend in mijn life. Ik ben aangekleed en wel. En ik heb mijn jas al aan, want ik ga zo de deur uit. Ik ga namelijk even met Ash naar Rotterdam Centraal. Want Ash die, ik ga dus ook een OV-abonnement nemen. Maar dat is dus best wel een heel groot doel. Om dat werkende te krijgen. Dus, ik ga even gezellig met Ash mee en dan gaan we even koffie halen op Starbucks. En dan daarna weer lekker naar huis toe. Er is toch niks open op zondagochtend zo vroeg. Ik heb morgen even gauw gedoucht. Ik heb alleen mijn haar nog niet gewassen. Want ik heb natuurlijk die shampoo gehaald met banaan van de body shop. Dat ga ik zo meteen even doen. Vanavond of zelf einde van de middag even douchen. Dan ben ik weer fresh voor de werkweek. Ik ga heel even gauw koffie zetten. Klein kopje. Want ik wil even iets hebben gedronken aan de koffie. Anders kan ik de deur natuurlijk niet uit. Maar goed, ik heb mijn tas al gepakt. Ik heb mijn jas aan. Wat heb ik nu aan vandaag? Ik ga de jas niet eens uitdoen, dus zoals te veel gedoe. Ik heb dit ook gele shirtje aan mijn streepjes. Zwarte broek. En mijn zwart met wit en roze vent. En ik heb dus mijn nieuwe jas aangetrokken. Deze. Super lekker warm. Ik denk alleen dat ik een maatje kleiner moet kunnen nemen. Ik heb nu een L genomen, maar als ik hier bijvoorbeeld een dikke trui onder zou doen,
dan zou die wel weer strak zitten. Dus het is een beetje kiezen en doen. Maar goed, dit kan wel voor nu. Kijk, nu ik alleen maar een t-shirt eronder zit, dan zit hij juist heel wijd. Maar als ik er dus een trui onder doe, dan zit hij weer in één keer heel strak, denk ik. Dus ik zou er een trui onder, want dan zit hij echt wel redelijk goed. Maar ik vind het wel lekker dat het een beetje los zit ook. Maar ja, ik ben hier wel blij mee. Het zit wel lekker, het is lekker warm. Zo, ik zeg klik op de koffie. En dan gaan we nog weer op zijn vrouw en dan gaan we strawberries halen. Ik ga niet eens pumpjes bij zijn laten halen, die heb ik gisteren wel gehaald. Ik wil nu gewoon even iets anders lekkers. Even kijken, ik weet het nog niet. We zien het wel. Goed jongens, het is echt herfst weer. Maar echt heel erg herfst weer. Ik ga even gewoon een breakertje kopen. En dan hoop ik dat het werkt. Even snel, voordat mijn metro zo van een keer leuk vertrekt. Waar is mijn OV nou weer? Heb ik die weer los in mijn tas gegooid of zo? Ik zie geen OV. Hoe kan dat nou weer? Zit het hier achter? Oh, hier zit hij. Schrok me dood. Oh, die heb ik aan mijn jongen. Oh nee, wacht. Wegwerpkaart. Waar is die 2 uur reizende kaart dan? Oh. Producten. Nee. Wegwerpkaart. Ik kan geen 2 uur kaarten meer kopen. Oh, wacht hier. 2 uur reizen. Een pas. Nee. Dan zit ik tenminste goed met Asher. De Asher komt voor, dan komt ze erin. Zo, hey. We hebben bezoek vandaag. Hoi, hey, duifje. Zo gezellig is het een beetje langskomen. Maar goed. Ik zit. Nou, warm te die mond. Ah. Yay, we hebben koffie. Lekker. Nu weer terug naar huis. Oké, goed. Ik ga het even boodschappen halen. Ik heb even wat dingen nodig voor morgen en het avondeten voor vanavond. En gelukkig is nu de winkel open. Dus ik kan even lekker boodschappen halen. Ik heb trouwens mijn Converse aangedaan. De zilveren. Ik moet zeggen, ik loop me nu wel goed op. Ze doen geen zeer meer. Alleen mijn rechtervoet heb ik nog last van. Van mijn hiel. Ik merk dat die loopt te schrapen elke keer. En mijn klein meteen. Nog steeds die klem zit. Maar het is echt alleen die rechterschoen. Maar mijn kleine teen staat ook echt helemaal zo. Ze doen super veel zeer. Maar van de linkerkant heb ik geen last meer. Dus ik hoop als ik nu gewoon blijf lopen, met pijn, maar oké,
dan heb ik ze hopelijk goed genoeg uitgelopen. Dat ze maar goed zijn. En dat ze er gewoon lekker lopen. Dus ja. Maar goed, even lekker naar de Albertijn. Lekker avondeten halen en lunch, want ik heb ook nog niet gegeten. Het is 1 uur. Ik heb nog niet eens avondeten, toch? Dus dat wil ik wel even gaan halen. En voor de rest, geen idee. Is de viskraan nou open? Of is die dicht? Want dan ga ik ook nog een visje halen. Goed. Even de lamp aan. Ik ben terug. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal gehaald? Dat ga ik jullie laten zien. Ik zit wel heel erg laag. Jongens. Dat is wat beter. Wat heb ik dus gehaald? Het is een beetje schuin, zie ik, maar ik ga er niet weer aan zitten. Ik heb buiten chicken tonight voor vanavond. Dus ik heb kipfilet gehaald. Ik heb de chicken tonight zelf gehaald. Ik heb eierkoeken gehaald, groenten gehaald, gehaktballetjes gehaald. Van alles. Heb ik even koffie gehaald, zwarte, want de koffie gaat bijna op. Ik heb een bodycream gehaald. Ik heb deze fijnlijners gehaald van Bic. En ik heb 3 zakjes chipjes gehaald. Lekker. Dat ga ik zo lekker ook eten. Maar voor de rest dus niks eigenlijk gehaald. maar ik ga zo dus wel lekker een kopje koffie zetten. Want daar heb ik wel trek in. En het is heel warm, dus ik denk dat ik deze zo uit ga doen. Het is hier echt heel warm. Oh, mijn ventilatie staat ook uit. Waarom is het zo warm? Oh. Huh? Iemand heeft aan mijn ventilator gezeten. Ja. Dus ik ga dit lekker eten en dit even opruimen en zo. En dan ga ik zo meteen deze vlog editen. Want het moet ook nog gebeuren. Oh ja, trouwens. En ik heb de spiegel van mijn oma in de slaapkamer gekregen. Mijn oma die gebruikt hem dus niet meer. En dan staat hij hier. Daar ben ik helemaal blij mee. Maar ik twijfel of ik hem zo zet of dat ik hem een slag draai. Oh, want dan staat hij dus zo. Ik ga het even laten zien. Dus ik heb dus een slag draai. Dan staat hij dus zo. Maar ik vind dat dan weer te laag of zo. Ik weet niet. Dit kan ook wel op zich hoor. Staat niet lelijk, staat niet raar. Ik vind het dan in één keer zo laag staan. Ik vind het zo hoger, vind ik het leuker staan. Ik weet niet. Misschien heb ik het wel zo laat. Oké, ik heb even lekker mijn shirt uitgedaan en mijn strakke broek. Ik heb nu lekker een jong aan en een topje. Maar ik kreeg in één keer een goed idee. Want ik heb zin om de badkamer op te houden. Die is echt rommel. Op zich. Echt erg. Echt een rommeltje. Er ligt echt overal wel wat. Hier ook. Dus ik ga dat lekker allemaal opruimen. Toen is het veel te doen. Een beetje schoonmaken, een beetje poetsen, een beetje opruimen. Voel ik ook wel zo wat gedaan. Dus dat ga ik nu even doen. Boom! En klaar was het. Dus het kost echt maar gewoon een paar minuutjes en dan is het gewoon helemaal klaar. Ik ga de wasmachine gelijk aanzetten. Is dat ook maar gebeurd. Dagelijkse was
ja, ik heb hier ook alles opgeruimd. Dus allemaal weer netjes en schoon. Dit is mijn plankje. Ik stap mijn shampoo voor mijn haar van de Body Shop. Mijn gezichtsreiniging van de Body Shop. Mijn douchegel. En deze bodycrème van de Albert Heijn. In dit geval. Die heb ik dus net gehaald. En dat is het. We zijn klaar. Goed. Ik heb even een trui getrokken, want ik heb het toch wel heel koud. Maar ik heb dus ook in de kamer hier nu opgeruimd. Mijn tas vanmorgen hangt klaar. Mijn kleding ligt hier klaar voor morgen. Daar is alles opgeruimd. Ik heb lekker even een kopje koffie gezet. Ik ben een video aan het kijken van Femke Meijnes. Ik heb mijn poel- en beerhoesje omgedaan. Die jullie nu niet zien. Maar nu wel. Dit is een anti-shockhoesje die ik bij de poel- en beer heb gekocht. Helemaal blij mee. Ik hang mijn oplader weer even gelijk eraan. En ik zit dus nu achter mijn bureau. Ik wil eigenlijk, ik weet nog niet of ik dat wel of niet verteld heb gisteren. Ik ga even mijn lamp maar zetten hier. Ik weet dus niet of ik dat trouwens niet hier op deze vriend. Ik weet niet of ik dat verteld heb gisteren, maar ik heb dus een paar dingen gekocht gisteren. Ik heb gisteren een zwart tasje gekocht van het merk Love to London. Die heb ik vanmorgen ook gebruikt. Alleen staat hij nu in de kast. Want morgen ga ik werken. En dan neem ik graag een wat grotere tas mee. Dus ik neem nu die tas mee van de H&M. Verder heb ik een telefoonhoesje gekocht van Karl Lagerfeld. Ook die doe ik niet aan in mijn werk. Want als dat gewoon, ik vind het gewoon super zonde als dat vies of lelijk wordt. Ik heb gisteren natuurlijk die jas gekocht die ik vanmorgen aan had. Ik heb er niet zo veel eigenlijk. Dat was eigenlijk alles. Ja, en ik heb gisteren Starbucks gekocht voor mijn tante, mijn neefje en mij. Weet je niet? Ik heb het vrij netjes gehouden eigenlijk. Maar goed, ik ga nu deze vlog editen. Dus ik bedank je voor het kijken door deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie je nog snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!